Naast Eriksson Danso kent FCM nog een international en nog een voor Oranje ook. Maar deze international staat niet op het veld, maar zit op kantoor. Mark Timmer speelt voor het Nederlands beachsoccer team en dat terwijl Timmer als organisator is begonnen. Ja, vooral in het begin was het organiseren van het beachsoccer toernooi. 3 jaar in Emmen Kompas en de laatste jaren hier naast het stadion in Emmen. Altijd gewoon als voorronde van het NK georganiseerd. En mijn vrienden wisten vorig jaar in Emmen Kompas te winnen, waardoor ze door mochten naar het NK in Amsterdam. En vervolgens hebben ze zich geplaatst voor de Eredivisie beachsoccer. Ja, dan heb je wat meer spelers nodig. Vandaar dat ze ook mij gevraagd hebben om aan te sluiten. En ja, zo heb ik mijn eerste seizoen beachsoccer gespeeld. En het eerste jaar voor Emmen Kompaskuum in de Eredivisie beviel niet slecht. Ja, voor mij was het direct wel een aardig seizoen inderdaad. We hebben als team goede wedstrijden gespeeld en wel weinig punten gepakt. Maar ik denk dat het volgend seizoen veel beter gaat. Maar ja, ik heb wel elke week mijn doelpuntjes meegepikt en ja, dat ging wel aardig. Ja, wat heet aardig. Timmer werd in zijn eerste seizoen direct topscorer van de Eredivisie. Ja, samen met Alex van La Bastille Amsterdam 27 goals. Dus beide uitgeroepen tot topscorer van de Eredivisie. En als je topscorer wordt van de Eredivisie, dan val je natuurlijk ook op bij de Danny Blind van het beachsoccer. Ja, klopt. Die was in Zwolle te kijken. Toen speelden we toevallig ook tegen Alex, tegen La Bastille Amsterdam. Ja, die wedstrijd scoorde ik 5 keer. De andere wedstrijd die dag scoorde ik 2 keer, dus 7 op 1 dag. Dat was voor mezelf een record, maar ook bij de bondscoach bleef dat niet onopgemerkt. En toen had ik op maandag telefoon of ik wilde gaan trainen voor het Nederlands team. Onze coach zeg maar, bij Emmen Kompas, die had me al een WhatsAppje gestuurd van ja, je wordt zo gebeld. Ja, toen dacht ik wel even van, nou wat is dit? Ja, en toen vroeg hij om te gaan trainen, iedere woensdagavond in Scheveningen. Ja, in het begin dacht ik wel even van, dat is een behoorlijke rit iedere woensdag. Maar ik dacht, dat ga ik sowieso doen. En als ik niet mee mag met het Nederlands team, dan is dat omdat ik niet goed genoeg ben. Maar niet omdat ik niet was te trainen, zeg maar. Dus zodoende. Toen Timmer voor het eerst werd geselecteerd, was de selectie nog vrij groot. Maar er vielen steeds meer mensen af. Ze begonnen helemaal in het begin met 32. Toen hebben ze ook in Zwolle getraind nog. Toen zat ik er nog niet bij. Ik ben er later bij gehaald. Toen waren er nog ongeveer 20 spelers. En uiteindelijk hebben we in Duitsland tegen Duitsland gespeeld. Toen waren we met 12 spelers. En in Polen uiteindelijk nog maar met 7 door blessures en ziektes hebben we daar met heel weinig spelers gespeeld. En zo is Timmer dus international en speelt het wedstrijden zoals hier tegen Polen. Maar wat is nu het grootste verschil met het veldvoetbal? Ja, grootste verschil. Ja, dat is sowieso de ondergrond natuurlijk. Ja, het is een snel spelletje. Het lijkt alweer meer op zaalvoetbal dan op veldvoetbal. Ja, je speelt dus ook 5 tegen 5. Het is heel belangrijk om goed samen te spelen. Dus veel door de lucht in plaats van over de grond. En als ik dan na afgelopen seizoen kijk, ook een beetje geluk nodig natuurlijk. Want alles wat ik schoot ging er zo'n beetje in afgelopen seizoen. Het grote verschil is gewoon de ondergrond. Maar voor beachsoccer heb je ook een extreem goede conditie nodig. Ja, het is loodzwaar. Het is zeker in het begin is onvoorstelbaar. De eerste wedstrijd weet ik nog heel goed, speelden we in Amsterdam. Toen gingen we ook met 7-1 eraf. Toen dachten we echt van, nou, als dit het niveau is van de Eredivisie, hebben we echt wel een probleem dit seizoen. Dat was wel het niveau van de Eredivisie. Maar wij werden gewoon die wedstrijden daarna gewoon nog beter op elkaar ingespeeld. Maar soms had je 3-4 minuten, was je helemaal kapot. Ook omdat je weggespeeld werd. Ja, en nu hou je gewoon 3 keer 12 minuten hou je wel vol. Maar dat is wel ervaring, dus je moet weten hoe je moet lopen. En daarna, conditie moet wel aardig zijn, ja. En in augustus speelt Timmer een dubbel interland weekend in en tegen Polen, waar alles tot in de puntjes verzorgd was. Hotel was perfect, het vervoer was daar allemaal fantastisch geregeld. En toen kwamen de kinderen met de Nederlandse vlag, met de Poolse vlag, met de vlag van de FIFA. En inderdaad, het Wilhelmus wisten wij als team ook niet, tenminste de spelers niet. En toen we daar stonden, veel publiek, dat was inderdaad dat was kippenvel. Het Nederlands beachsoccerteam is net weer begonnen en dat betekent dat al het begin moeilijk is. De wedstrijd tegen Duitsland was ook lastig en de eerste wedstrijd tegen Polen ging ook verloren, maar het werd daarna steeds een beetje beter. Ja, de eerste wedstrijd hadden we ook tegen Duitsland. Dan is gewoon aan het begin merk je gewoon dat het niveauverschil nog heel groot is. Ook omdat jij of wij met het team 8 weken aan het trainen zijn. En we zijn al misschien wel een half jaar langer bezig en dan per jaar ook al een aantal jaren met hetzelfde team. Dan merk je gewoon verschil op alles. Ze scoren uit ingooi, ze scoren uit alle vrije ballen, gaan sowieso op een goal en 9 van de 10 gaan er ook nog in. En dat is op dit moment nog een groot verschil. Wij hebben 10 vrije ballen nodig om de 5 op de goal te schieten en dan hopen dat 1 erin gaat. En dat is nog het verschil.
En dus de eerste wedstrijd gingen we met 7-0 eraf. En toen moesten we op zondag weer spelen tegen Polen. Ja, toen hadden we ook met het team wel zoiets van, ja, we weten nu hoe het is. En we willen echt hier voor zoveel publiek, willen we nu gewoon echt wat neerzetten. Ja, ik kwam met 1-0 achter. Nou, toen mocht ik de 1-1 maken. En op laatst verliezen we nog met 4-1. Maar toen hebben we gewoon goede prestatie neergezet. De Poolse bond was ook gewoon enthousiast over ons spel. Zeker omdat we zo weinig getraind hadden. Dus er zit in ieder geval wel toekomst in. Nou, Tim, we praten wat makkelijk overeen. Maar in de tweede wedstrijd tegen Polen schoor hij zijn eerste interland doelpunt. En dat is toch wel een hoogtepunt in zijn prille carrière. Dat was echt fantastisch. Dan word je naam een paar keer omgeroepen daar in het Pools. Maar dat is echt een geweldig moment. Daar zit je ook op te wachten. Ik speel bij MK Paschwil in de spits. En in Duitsland kwam ik meer van achteruit. Nou, dat beviel me niet zo heel goed. Ja, in Polen mocht ik toch weer in de spits spelen. Maar ja, dan zit je ook op die ene goal te wachten. Ja, toen die kwam, dat was wel even een uitbarsting van blijheid ook. Nederland verliest in dat weekend 2 keer van Polen. Maar kan Tim er ook aangeven waar het Nederlandse beachsoccer op dit moment staat, internationaal gezien? Ja, dat is wel lastig, want de KNVB heeft wel beachsoccer gehad een aantal jaren geleden. En toen deed Nederland er ook echt wel naar behoren. De KNVB is ermee gestopt. Kon qua organisatie en financieel konden ze het niet doen. Dus nu begin je gewoon opnieuw. En ik denk dat het belangrijk is dat de Eredivisie de komende jaren qua niveau gaat groeien. Je hebt ook oud-pros nodig qua ervaring en qua voetbal in je team om hoog te eindigen. Maar als je kijkt dat je 2 keer tegen Polen speelt, 1 keer 7-0 verloren, die andere met 4-1. Er zitten de komende jaren echt wel potentie in om van dat soort teams te gaan winnen. En wie weet wordt beachsoccer ooit wel eens een keer Olympisch. Alhoewel we daar nog wel even op moeten wachten. Nou, ik denk dat in de toekomst wel gaat komen. En dat zal misschien nog eventjes duren. Maar kijk, zo is beachvolleybal is er natuurlijk ook gekomen. Dat komt kwam van ver en uiteindelijk wordt het wel een Olympische sport. En ik denk dat ook zeker bij beachsoccer nog wel gaat gebeuren. En ook de spelers van FC Emmen weten dat er een international bij FC Emmen werkt. Ja, de meesten weten het wel, ja. Ja, met veel spelers ook wel over gesproken. Ja, nee, maar dat is alleen maar leuk. En ook naar de directeur, maar ook voor spelers hier. Het is natuurlijk een hele ervaring en daar wordt wel over gepraat.